Vraag je mensen naar een belangrijke gebeurtenis uit de middeleeuwen, dan is de kans groot dat ze de kruistochten zullen noemen. Vanaf 1096 werden er onder de leus God wil het telkens weer gewapende pelgrimstochten ondernomen om het heilige land, de plaatsen waar Jezus geleefd en geleden had, te bevrijden van islamitische overheersing. Er is relatief veel bekend over de kruistochten, juist omdat men die, toen tijd ook als belangrijke gebeurtenissen beschouwde en men er veel over schreef. Zo zijn er heel wat Latijnse kruisvaartchronieken bewaard gebleven. Die werden geschreven door monniken, waarvan sommigen ook daadwerkelijk in het heilige land verbleven. Maar ook in de verschillende Europese volkstalen werd er over de kruistochten geschreven. De oudste volkstalige tekst is waarschijnlijk het Oud-Franse. Chanson d'Antioche, dat uit het begin van de 12e eeuw stamt en misschien zelfs in het Heilige Land geschreven werd. Ook in het Middel-Nederlands zijn er kruistochtverhalen te boek gesteld, al zijn dat doorgaans bewerkingen van Oud-Franse teksten. Jammer genoeg zijn er van die teksten alleen maar brokstukken bewaard gebleven. Er zijn veel historische bronnen die ons wat kunnen bijbrengen over de kruistochten. Zoals archeologische overblijfselen. Ook teksten, zoals kruistochtchronieken, zijn belangrijke bronnen. Maar daar wordt al snel een loopje met de waarheid genomen. Er worden niet altijd betrouwbare verslagen van de gebeurtenissen gegeven. In de Middelnederlandse bewerking van het Chanson d'Antioche lezen we bijvoorbeeld hoe een kruisvader zijn zwaard nog maar eens opheft en. Den gewone dierenlag ter neder sloeg hij zo. Die is geloofd, dat hem sprank van een buk het hoofd. Pajenen zagen op hem als doren. Hij kloverde tot een oren, te voet staande vier of vier. Hij sloeg degene die op de grond lag zo hard, dat zijn hoofd van zijn romp viel. Neem dat maar van me aan. De heidenen hielden hem voor een dolle. Vier of vijf die nog recht stonden, kliefde hij tot aan de oren. Deze sensationele passage lijkt zo uit een redderroman gegrepen en niet uit een geschiedenisboek. De Europese kruisvaartliteratuur beschrijft de gewelddadige botsingen tussen christenen en moslims. De christenen zijn dan uiteraard de good guys en de moslims de slechte rikken. Maar wat doe je dan als je een uitzonderlijk goede moslim tegenkomt, zoals de beroemde aanvoerder? An-Nasir Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, beter bekend als Saladin. In de vele verhalen die ook in West-Europa over hem geschreven werden, heeft men zijn edelmoedigheid en leiderschap dik in de verf gezet. Maar daar werd dan wel meteen aan toegevoegd dat hij eigenlijk van christelijke afkomst was. Zijn moeder zou de gravin van Pontieu zijn geweest. Zoals ook verteld wordt in Die Story van Saladine. Een Middel-Nederlandse tekst in strofe die we kennen uit een druk die Arend de Keizeren in 1485 in Oudenaarde produceerde. Door van de nobele heiden Saladin een verborgen christen te maken, wordt de geschiedenis gemanipuleerd in de richting van het eigen grote gelijk. Saladin is geweldig, maar dat bewijst niet. Dat er ook goede moslims bestaan. Nee, het is een christelijke inborst die zijn voortreffelijkheid verklaart. De kruistochten zijn vanzelfsprekend een politiek fenomeen. Maar de kruistochtliteratuur was dat ook. In 1317 werd bijvoorbeeld door Willem van Adam het Latijnse traktaat geschreven Quo modo saraceni sunt expugnandi. Over hoe de Saracenen verslagen kunnen worden. In de volkstaal zien we hetzelfde verschijnsel. In de oud-Franse traditie worden de verhalen over de eerste kruistocht vaak verbonden met de verhalencyclus over de legendarische Zwaanridder. Er zijn argumenten om aan te nemen dat de Brabantse hertog Hendrik I de opdracht heeft gegeven om beide verhaalgroepen aan elkaar te verbinden. Zo kon hij zijn eigen familie namelijk presenteren als een geslacht van vervente kruisvaders. Hendrik zelf had in 1197 nog deelgenomen aan de kruistocht, die geleid werd door de Duitse keizer Hendrik VI, en hij was daar succesvol geweest. De verbinding van de Zwaanridderlegende en een kruistochtverslag bood Hendrik ook de mogelijkheid. Om de bekende kruisvader Godfried van Bouillon, de kleinzoon van de zwaanridder, binnen te smokkelen in de stamboom van de Brabantse hertogen. Het is dus aannemelijk dat kruisvaartliteratuur in verschillende talen een belangrijke rol zal hebben gespeeld aan het Brabantse Hof, uiteraard wegens politieke belangen.